twee maanden al spijbelen tieners voor het klimaat. Zo begon het eind december met een filmpje op Facebook. Wetenschappers blijven zeggen hoe snel dat we ons eigen graf aan het graven zijn. Maar niemand doet er iets aan. We zijn klaar met het wachten en het niets doen. Vanaf 10 januari staan wij elke donderdag aan het Vlaams Parlement om te vechten voor onze toekomst. De eerste donderdag komen zo'n 3000 spijbelaars naar Brussel. 3 weken later lopen er plots 35.000 jongeren. Hun inspiratiebron was een Zweeds meisje van toen 15, Greta Thunberg. Sinds de zomer kampeert ze elke vrijdag voor het Zweedse parlement. Spijbelen om de politici wakker te schudden. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. En dat was voor ons echt zoiets van, precies of die riep echt haar generatie op van, kijk, mensen, we komen eraan. En dus dat was een beetje, denk ik, de doorslaggevende factor van, oké, we gaan dat doen, Greta. Jij zei echt tegen mij, Kira, we gaan deze doen. Ik dacht, oké, dat was goed. Sarah wil weten achter welke vlag haar dochters lopen. Doen ze mee met een onafhankelijke en spontane beweging van ongeruste jongeren? Of worden Anuna en Kira achter de schermen aangestuurd door anderen? Het is echt van hen uit gestart. Dat kan ik nu als papa met de hand op het hart zeggen. Dat is echt zo. Op sociale media spuwen mensen hun gal over Anuna en co. Ze krijgen haatberichten en erger. Over haar seksuele geaardheid kregen we deze week binnen. Tot wanneer ze eens een negerlul in haar klink krijgt, dan zal ze zich wel een meisje voelen. Degoutant. Ja, dan denk ik... Ja, dat zegt zoveel meer over die persoon dan over mijn dochter. Iemand anders zegt al die gasten neerschieten. Lang leven de uitstoot. Echt? Dan is er iemand die vindt dat mijn kinderen heel dringend een spuitje moeten krijgen. Fucked up. Er duikt ook een theorie op over de moeder van Anuna, Katrien van der Heijden. Haar consultancybedrijf, Nesma Consulting, zou werken voor de partij Groen en zo de spijbelacties mee aansturen. In een mail die massaal wordt rondgestuurd naar de media, wordt ook Pano verweten dat we dit in de doofpot stoppen. Zoiets onderzoekt Pano niet, lezen we. Maar het is wat het is. Ons onderzoek wijst uit dat er geen enkele aanwijzing is voor een professionele link tussen Groen en Anuna's moeder. Ik werk een beetje voor alle politieke partijen, omdat ik een expert ben over gender en gelijke kansen. Dus ik werk zowel voor N-VA als voor VLD, als voor CD&V. Eigenlijk alle politieke partijen die in deze legislatuur ministers hebben afgeleverd, die hebben mij al over de vloer zien komen op hun kabinetten voor vormingen en zo te geven. Maar dus dat is heel vreemd, want ineens komen dus allemaal complottheorieën dat ik voor Groen werk. Ik krijg zelfs dag en nacht dreigtelefoontjes van mensen die zeggen we maken uw bedrijf kapot, we komen alles doorlichten. Ja, en dan denk ik, ja, alstublieft, je mocht alles komen nakijken, je gaat geen contracten vinden, want omdat die nu toevallig niet in de legislatuur zijn, werk ik daar niet voor.